Hi allemaal, in deze video gaan Larissa en ik onze favoriete hotspots van Utrecht uitlichten. Plekjes waar we heel graag komen om een hapje te eten of een beetje te drinken. Want zoals jullie weten wonen wij in Utrecht en we krijgen daarom ook heel vaak de vraag waar wij lunchen, waar we koffie drinken, waar we eigenlijk gaan avondeten en dat soort dingen. En vaak als dat gevraagd wordt, dan noemen we één of twee dingen en dan vergeten we de helft. Maar nu we er echt een video over wilden maken, omdat we dan zoveel mogelijk van jullie kunnen beantwoorden in één keer en ook wat meer info kunnen toelichten. Toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat we zoveel leuke plekjes hebben in Utrecht, dat we de video een beetje moesten opsplitsen. Dus in deze video hebben we besloten om alleen wat hotspots te delen die op het gebied zijn van lekker lunchen of koffie en thee of misschien wat kleinere boutiquejes, omdat we daar heel vaak de vragen over kregen. Nou, het kan zijn dat we in deze video nog een paar plekjes zijn vergeten, maar we hebben ons best gedaan om echt onze favorieten te pakken. En we hebben ook nog heel veel plekjes voor avondeten en dineren, maar die hebben we dus niet in deze video genoemd, omdat het anders heel veel zou worden. Dus mocht je daar wel benieuwd naar zijn, laat het eventjes weten in de comments. Kunnen we daar misschien nog even een aparte video over maken. Nou, alle tentjes die we dit keer laten zien liggen een beetje in het centrum. Er zijn echt nogal hele toffe plekjes wat verder buiten de stad. Maar we dachten dat de meeste van jullie misschien met de trein zouden komen en dan moesten lopen. Dus we dachten het is handiger om het dan een beetje in het centrum te laten. Dus genoeg gekletst, laten we snel beginnen met de video. Nou, welkom in Utrecht. We beginnen onze tour in Hoogkaterijnen, want dit is waar je uitkomt als je met de trein naar Utrecht komt. En ik denk dat de meeste van jullie Utrecht bezoeken met het OV. Hoogkaterijnen, ik weet niet of je het kent, maar het is sinds kort helemaal vernieuwd. Het ziet er echt super mooi uit. En we vinden het wel heel fijn. Het lijkt een beetje op een mal, maar dan gewoon... Ja, het lijkt eigenlijk gewoon op een mal. Het is gewoon lekker super overdekt. Easy. Je hebt hier leuke winkels. Het is lekker warm. Het is droog. En je hebt hier echt al onze favoriete winkels. Maar wat we eerst willen laten zien is een beetje de soort van food court. Het eetgedeelte, dat zit hier beneden. We staan op dit moment op een brug. Ja, als eerste links heb je de bar. Hier kan je terecht voor hamburgers, dat soort dingetjes. Dan heb je Leon. Daar zijn we al een paar keer geweest. Toen we Leon is echt top. Dat is eigenlijk zeg maar fastfood, maar toch ook slow food. Een beetje rijst. Ja, het is meatballs. Achteraan vind je de salsa shop. Hier kan je allemaal taco's en burritos bestellen. We hebben er eigenlijk een andere hotspot voor. Midden in de stad, maar die is echt alleen voor avondeten. Dus die willen we een andere keertje uitlichten. Nou, hier achter het boompje, daar komt een Starbucks die opent binnenkort. Hier is nog een plekje voor wat anders. Ik weet niet wat er nu komt, maar we weten dat er een Five Guys komt in ieder geval. Dus misschien komt hij wel daar, ja. Dat zou wel tof zijn. Of een Vapiano, die wordt ook binnenkort geopend in Utrecht. Dus echt waar, er komt zoveel Er komen zoveel leuke dingetjes nog. Dingen. Het is echt gewoon top. Utrecht. Maar ze zijn er nog niet helaas. Wat er wel is, is hier de sla. Die kennen jullie misschien wel uit Amsterdam. Daar kan je gewoon allemaal verschillende salades eten. En hier zit een hele lekkere Libanees. Hij zit echt precies daaronder. En hij loopt door tot daar en dan helemaal daarachter. Dat is echt wel heel erg leuk. Ze hebben heel veel dingen op de kaart staan. Erg lekker. En als je het interieur ziet, dan kijk je ook echt gewoon je ogen uit. Heel veel zitplekken, dus dat is ook heel erg leuk om een keertje naartoe te gaan. En hier beneden heb je ook nog de Burger Federation. We zijn er eigenlijk nog niet geweest. We willen er wel graag een keertje heen. Ja, we zijn heel erg benieuwd of het lekker is, maar we kunnen er nog niet zoveel over zeggen. En daar kan je dus echt terecht voor. Natuurlijk burgers. En ze hebben ook een apart stukje met friet, waar je friet kan halen. En het ziet er heel erg lekker uit in ieder geval. Oké, als je zeg maar daar vanuit die kant kom je zeg maar vanuit het station lopen. En dan heb je een toeklas. Een Lush en nog meer winkels. En wij kijken eigenlijk vooral altijd deze kant op. Of we lopen altijd deze kant op. Want hier zit bijvoorbeeld de Bershka en Stradivarius. Het schijnt dat hier misschien ook ergens de Primark komt. Dus ik denk dat het iets verderop is. Dus kortom, er komt heel veel leuks hier. Dus hier zit de Bershka en dan hier tegenover Stradivarius en ook Stradivarius voor mannen. Daarachter zit ook nog een soort van sportwinkel, die is ook voor mannen. We denken dat daar dus Primark gaat komen. Okay, hier beneden zit nog een Sasha en hier de Zara Home. Dus er is best wel veel te zien en het chillen is dat je gewoon binnen bent. Of binnen kan shoppen, dus dat is heel chill op de koudere dagen. Als je dus Hoogkaterijnen uitloopt, dan kom je op Vredenburg terecht. En dat is eigenlijk gewoon dit hele plein hier. Ja, in het weekend heb je hier markten. Misschien wel leuk om een keertje te bezoeken, maar niet super bijzonder of zo, denk ik. Maar hier verderop heb je dan een grote Douglas, Easy Paris en een Dunkin' Donuts. Ik denk dat velen van jullie daar wel geïnteresseerd in zijn. Je kan lekker veel donuts halen. Dus dat is wel heel erg leuk. Maar vanaf hier gaan we nu eventjes doorlopen naar de Oude Gracht. Want daar kunnen we meer dingen laten zien. Zo, maar voordat we aankomen op de Oude Gracht stoppen we eerst nog eventjes hier. Dit is namelijk Luc. Hier. En het ziet er eigenlijk niet zo heel erg denderend uit van de buitenkant, maar vanaf de binnenkant wel. Helemaal begroeid met allemaal planten. Super gezellig.
leuke zitjes. Hoe tof. En Luc is een heel erg leuk tentje om een keertje een koffietje te doen. Maar je kan ook heel goed lunchen, want ze hebben broodjes. Onze aanraders zijn sowieso de French toast, die is heel erg lekker. De avocado toast is heel erg lekker. En ja. Gepocheerd ei met zalm was ook heel erg lekker. We staan nu bij Kim Mee. Het is een heel klein plekje, maar ze hebben hier echt heerlijke pho en andere Vietnamese streetfood. Dus hier kan je heerlijk eventjes zitten voor een kleine lunch. En wat we heel chill vinden is dat het dus heel erg lekker is, maar ook best wel betaalbaar. Dus je kan best wel voor een goed prijsje gewoon lunchen. Het is alleen heel erg klein. Ze hebben nog wel een ander filiaal op de Oude Gracht. Ja. En daar kan je wat meer zitten. Maar wij gaan altijd naar deze. Nou, welkom. Welkom op de Oude Gracht. Dit is eigenlijk gewoon de plek om lekker rond te slenteren. Je vindt hier alle winkeltjes die je maar kunt wensen. Qua eten, als het lekker weer is en je wil gewoon lekker snel een broodje halen of zo, dan zou ik broodje Ben aanraden. Het is eigenlijk altijd druk, maar ze werken super snel. Je hebt gewoon hele lekkere verse broodjes die ze gewoon vers beleggen. Maar ze hebben geen zitplekken, dus het is zeg maar een soort van food truck. En daarachter heb je broodje Mario, dat is heel erg bekend in Utrecht. Dat is heel erg lekker. Je kunt naast een broodje Mario ook andere dingetjes halen, zoals pizza of de pizza calzone met tonijn. Die is heel erg lekker, die heb ik heel veel gegeten vroeger. Je hebt hier heel veel winkeltjes. Je hebt hier bijvoorbeeld aan deze kant de Tiger, Flying Tiger, de Hollister, Sissy Boy. Fans. Even uit mijn hoofd, ik zou er gewoon even heen lopen. Het zijn gewoon eigenlijk winkels die jullie wel kennen. En dan draaien we om en dan komen we aan de andere kant van deze brug. En hier gaan de winkels gewoon verder. Hier heb je de Hema. Ietsje verderop heb je de H&M. Naast de H&M zit ook de Other Stories, wat zeker wel een aanrader is. Mango. En Pool & Bear zit ietsje verderop. En als je dan naar de andere kant weer van het water gaat, heb je daar een Urban Outfitters. Super blij mee. En daar kan je natuurlijk ook altijd lekker winkelen. Ja, en dan heb je daar ook nog Café de Flater. Niet heel hip of zo, maar wel. Maar gewoon, ja, weet niet. Het is gewoon een bekend plekje om te zitten. En hier beneden is restaurant Broadway. We gaan het nu niet hebben over plekjes waar we in de avond weer lekker uit eten kunt gaan. Maar daar heb ik altijd gewerkt. Dus deze sneak ik er toch eventjes stiekem in. Als je houdt van steak and ribs, zou ik daar zeker even eten. Nou, we lopen nu eventjes verder. Hier achter ons is de Oude Gracht. En dan gaan we nu eventjes onze volgende spot laten zien. Waar we het heel erg leuk vinden om een drankje te doen in de avond, maar ook gewoon in de middag is het wel heel erg leuk. En jullie hebben het misschien al een keertje eerder voorbij zien komen in vlogs. En dat is de Stan & Co. Het is echt heel erg leuk. Vanaf buiten ziet het er nu niet heel erg spannend uit. Maar vanaf binnen is het wel heel erg gezellig. En zo ziet het aan de binnenkant uit. Dit is echt mijn favoriete onderdeel van heel Stan & Co. Ik vind die letters gewoon heel erg leuk. En zoals je kan zien heb je heel veel zitplekjes. Een hele grote bar. Het ziet er gewoon heel erg tof uit, vinden we. En na Stan & Co, als je daar om de hoek gaat naar links, loop je eigenlijk naar De Neude toe. En dan loop je eerst nog eventjes eigenlijk in deze straat. Hier heb je ook nog verschillende boutiquejes en etenswaren. Dus dat is altijd wel heel erg leuk om naar te kijken. Dit is het grote plein De Neude. En in de zomer, en eigenlijk ook wel een beetje, misschien halverwege de linten, staat hier helemaal vol met allemaal tafeltjes en stoeltjes. Kan je hier lekker op zitten. En hier heb je nog wat gezellige tentjes waar je een drankje kan doen of kan eten. Niet super bijzonder om nu helemaal uit te lichten, maar het is er wel. Als het gaat om terrasjes, is het bij ons altijd een kwestie van waar is de plek. Daar gaan we zitten. Ik vind wijnbar Le Febre uit mijn hoofd, die vind ik best wel chill. En anders gewoon de Beurs en de Luifel en dergelijke. Maar nogmaals, als er plek is überhaupt, dan gaan we gewoon zitten. Maakt niet uit waar. En als we vanaf hier naar rechts draaien, komen we hier in een heel schattig straatje terecht. En hier zit het winkeltje Atelier Oulala. Hier hebben wij laatst allemaal leuke foto's voor geschoten voor een artikel op onze site. Misschien herken je het wel als je foto's van ons hebt gezien. Een koffertje in de hand op Instagram. En we zouden heel graag de binnenkant willen laten zien. Want het is echt een heel schattig winkeltje met allemaal leuke spulletjes. Maar ze zijn gesloten op de maandag, dus helaas. Dan ben ik bij de start. Hallo! Achter ons zie je de prachtige dom. En als je nou omdraait,
dan gaan we het nu hebben over deze straat. Dit is namelijk de Zadelstraat. En dit is een leuke straat die aardig dicht bij het treinstation ligt. En je hebt hier ook verschillende leuke kleine boutiquejes. All the luck in the world. Klinkt ook echt super leuk. Het is een heel schattig winkeltje met allemaal leuke dingetjes. Maar zoals je kan zien is die gesloten. Hij is namelijk op maandag, dinsdag en woensdag gesloten. Dus daar moet je eventjes rekening mee houden. En je kan hier terecht voor allemaal hebben dingetjes. Prachtige sieraden, boekjes, tasjes, andere accessoires. Echt van alles en nog wat. En ik weet niet of we het een beetje kunnen laten zien. Ja, het is een heel smal mini winkeltje en loopt helemaal tot achteraan door. Heel leuk, het kindertje van de Utrecht. Het is trouwens echt geweldig. Die zou ik eigenlijk wel willen hebben. Super cute. En hier op de hoek heb je Kek en Lisa. Ook super leuk. Zoals je kan zien hangt het helemaal rampvol met allemaal leuke dingetjes. En hier kan je echt terecht voor leuke cadeautjes, hebben dingetjes. Ook weer gadgets waarvan je denkt van heb ik het nodig, maar het bestaat allemaal. Dus ja, dat is ook als je een cadeautje nodig hebt, moet je echt naar de Kek en Lisa gaan. Kijk, dat gouden rek vind ik trouwens echt wel heel erg nice. En ja, je hebt hier gewoon echt van alles. Echt natuurlijk van alles. De lightboxen en zo. En dat neonlampje is ook super. Ja. Dus dit staat echt vol met allemaal dingetjes om eventjes rond te snuffelen. Ja. Ik zie er ondertussen echt niet uit. Maar goed, we draaien ons ondertussen weer even om. Dus we lopen weer richting het doel. En straks is er namelijk nog een ander winkeltje die we heel eventjes willen laten zien. Als je de straat uitloopt, dan zit hier links de Stag. Dat is wel een leuk winkeltje om lekker wat eten te halen. En je kan er geloof ik ook zitten. Dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. Maar dan gaan we naar rechts. Nu lopen we op de Lijnmarkt. En hier heb je een heel leuk winkeltje die we al een keer in Amsterdam waren tegengekomen. En toen werden jullie getipt van... Hey Tara, Larissa, deze winkel zit ook in Utrecht. Nou ja, sindsdien zijn we dus inderdaad fan om ook lekker in Utrecht langs te gaan. En ik heb het over It's a Present. Dus dit is het winkeltje en ook dit is weer een winkeltje waar je heel veel cadeautjes kunt scoren. Echt gewoon van alles en nog wat. Laten we anders even naar binnen gaan. En het is dus niet zo klein, het gaat nog verder naar beneden. Maar we lopen wel heel veel naar binnen voor deze. Ja. Hallo. Ze hebben niet meer zoveel alpakas meer over. Zoals je ziet, allemaal cadeautjes, hebben dingetjes. Laten we even naar beneden gaan anders. 11 euro. Ik vind het wel echt cute. Oh, nog een keer naar beneden. Dus je hebt echt 2 verdiepingen, 2 naar beneden. En dan heb je echt allemaal hebben dingetjes weer. Leuke cadeautjes, mooie interieurspulletjes. Echt van alles. Oh, je sale. Oh, en ik heb nog wel eens een vraag gekregen van waar hebben wij onze oogspiegel vandaan? En die hebben we dus uit It's a Present. We kunnen hem op dit moment niet vinden. Dus ik denk dat die uitverkocht is. Maar misschien hebben ze hem wel in Amsterdam bijvoorbeeld. En wat ons vooral zo aanspreekt aan deze winkel is dat je dus van alles kunt kopen. Maar de prijzen zijn niet altijd heel erg hoog. Er zitten best wel betaalbare dingen bij. Dus dat maakt het heel erg leuk. Kijk dit dan, kitty. Deze is echt heel fout. Wel die spiegel, een zonnetje, maar dus niet het oogje, zover ik nu kan zien. En je kunt dus uiteraard gewoon nog verder de straat in lopen. Dan vind je nog allemaal leuke winkeltjes. En daar verderop om de hoek ook nog de episode, als je dat leuk vindt. Zo, we staan nu in de omgeving van de Dom. Als je goed luistert, dan hoor je hem trouwens ook echt net toevallig. En achter ons heb je Ted. En hier kan je de hele dag door brunchen. Het eten is echt heel erg lekker. Lekkere croissantjes, pocheerde eitjes, mimosa's, lekkere sapjes. Het is echt super chill. Het is ook echt altijd druk, omdat het heel populair is. We wilden jullie nu mee naar binnen nemen, maar het zit vol. Dus dat is eventjes het enige nadeel. En in het weekend kan je ook niet reserveren trouwens, maar mocht je een keer binnen kunnen komen, dan is dat wel heel erg leuk. Naast de Domtoren vind je Lebowski. Zoals je kunt zien is dit een beetje een hippieachtig plekje. Je hebt hier allemaal leuke lampjes, gekke bankjes. En binnen heb je ook nog een hele grote giraf staan. Is heel erg leuk om koffie te drinken en een hapje te eten. We staan nu in de Voorstraat en achter ons bevindt zich Village Coffee. Je kunt hier echt lekker zitten op verschillende soorten zitjes en natuurlijk koffie drinken. Ik zag ook dat ze trouwens spijsjes hebben, dus dat is ook wel heel erg leuk om misschien onder het genot van een kopje koffie te doen. En ook niet te vergeten, check even de barista. Want die zijn ook wel heel erg tof. En ze hebben toffe stickers. In ieder geval gewoon heel erg hip. Ja, en we vinden het servies trouwens ook wel heel erg leuk. Waar de koffietjes in worden geserveerd. Of in het geval chocolademelk. Mm. Nou, hier zit dus Village Coffee. Wij gaan straks die kant op. Op naar de volgende hotspots.
gestapt. We staan nu op het gedeelte waar zeg maar, de Voorstraat overgaat in de Witte Vrouwenstraat. En aan deze kant heb je dus nog het einde van de Voorstraat, heb je de Ontdekking. Heel leuk plekje voor lekkere broodjes, hartige broodjes, zoete broodjes. En ze hebben ook taartjes en scones, wat heel erg leuk is. En aan deze kant heb je de Bakkerswinkel. Heeft ook een superleuk menu. En daar kun je echt terecht voor nog meer taartjes, ook lekkere scones. En het is wat meer high tea-achtig gevoel. En ze hebben nu een paar tafeltjes buiten staan. En in de zomer heb je nog meer tafeltjes buiten. En je kan in de, ook binnen en beneden aan de... in de kelder eigenlijk zitten. Is ook heel erg lekker. Ja, ik vind deze vooral heel erg leuk in het voorjaar, omdat de zon hier altijd fel opschijnt. Dus je zit eigenlijk altijd wel in de zon. Maar het is ook altijd heel erg druk, ja. Dus wees snel bij. Van ons is Ritos. Die zit lekker in het centrum. En het leuke aan Ritos is dat het een combinatie is tussen Mexicaans en Japans. Je kan hier echt heerlijke pokeballs halen voor een goede prijs. Er zijn trouwens nog wel andere plekjes in Utrecht waar je pokeballs kan halen, want hier is het niet heel erg sfeervol binnen. Voorbeeld zijn bijvoorbeeld Poke Delicious. Daar kan je net iets lekkerder binnen zitten. Maar je kan ook uiteraard wel bestellen bij Ritos. Dat is wat we meestal doen. Maar het is wel echt super lekker en daarom zeker een aanrader. We staan nu voor 30 milliliter en je kan hier lekker werken. Er is gewoon wifi. Er zijn allemaal plekjes waar je gewoon lekker je laptopje open kan klappen. En je kan natuurlijk lekkere koffietjes drinken. Het interieur ziet er ook heel erg leuk uit. Dus het is wel een heel erg leuk plekje. En het is super centraal. Ja, het is heel erg centraal. Het is echt op een paar minuten lopen van Utrecht Centraal. Dus dat is best wel chill. Zo, we zijn aangekomen bij onze volgende hotspot. En dat is Ang Ang. Dit is vrij nieuw. En Tara is hier nog nooit geweest. Maar sinds dat ik er ben geweest heb ik echt iets van... dit is gewoon een heel leuk tentje. Waar Tara denk ik ook wel heel erg van kan genieten. Dus ik ga deze nu aan haar laten zien. En ik neem jullie natuurlijk mee en we gaan lekker even wat lekkers bestellen. En het is echt best wel ruim. Er zijn heel veel zitjes. En ik heb zin om wat lekker warms te bestellen. Oh, ze kunnen hier bij het raam zitten. Dat is wel leuk. We zitten inmiddels binnen. We hebben net nog eventjes om advies en tips. Of nou, advies en tips om de beste aanraders van het menukaartje aan te wijzen. En de bediening is echt heel leuk. Heel gezellig. Heel enthousiast. En daar word ik altijd heel erg blij van. Want dan heb ik zoiets van, ja, jij weet precies wat lekker is op deze kaart. Dus dit hebben we besteld. Larissa heeft pho. En spring rolls. Ik weet niet meer hoe deze heet eigenlijk. Hoe heet deze ook alweer? Oké, dus dit is eigenlijk de signature pho. Sorry, die uitspraak gaat altijd lekker. Die ze dus hier hebben gemaakt. Het zou iets dieper zijn met wat meer... even kijken, wat was het? Een pittige olie. Ik heb twee soorten rundvlees. Heel erg lekker. Dit is dus nog wat we erin kunnen doen. En we hebben gevraagd om extra koriander. Altijd extra koriander. Dus yes. Ik kan echt niet wachten om te eten. En er komt ook nog een broodje aan voor Tara. Ja. Het eten bij Ang Ang was echt super lekker. Dus die kunnen we zeker toevoegen aan de lijst met plekjes waar je eventjes moet gaan lunchen eigenlijk. Maar je kan hier ook zeker avondeten als je daar zin in hebt. Nogmaals, als je onze tips voor avondeten, restaurantjes en zo wilt weten, laat het eventjes weten in de comments. Dan gaan we even kijken of we daar ook een video van kunnen opnemen. Nou, Utrecht is echt onze stad. We zijn er eigenlijk als het ware gewoon opgegroeid. Natuurlijk iets ernaast. Maar al onze familie komt hier ook vandaan. Dus we zijn echt gewoon heel erg fan van Utrecht. We noemen het eigenlijk altijd ook wel een beetje klein Amsterdam, omdat het een beetje dezelfde soort vibe heeft. Maar het is een stuk kleiner, wat ook heel erg fijn is voor jullie, omdat je gewoon niet het openbaar vervoer hoeft te pakken en gewoon bijna alles lekker te voet kan doen. Nou, het kan zijn dat wij nog een paar van onze favoriete hotspots zijn vergeten te noemen in deze video. We hebben in ieder geval echt geprobeerd ze allemaal te dekken. We zijn heel erg benieuwd of jullie ze misschien herkennen, of je wel eens in Utrecht komt, of dat je nog andere hotspots of leuke tentjes hebt waar je graag naartoe gaat in Utrecht. Laat het zeker allemaal even weten in de comments, zodat jullie dat van elkaar ook weer kunnen lezen en zodat wij misschien weer nieuwe dingetjes ontdekken. Ja, check ook zeker eventjes de beschrijving onder deze video. Dan zullen we even een linkje plaatsen naar onze blog. En in ons blogartikel zullen we alle adresjes en namen nog eventjes uitschrijven. Dus mocht je iets hebben van waar zijn ze ook weer geweest, we zullen het allemaal in dat artikel zetten. Dan heb je het allemaal nog even duidelijk en duidelijk overzichtelijk op een rijtje. Nou, wij zijn heel erg benieuwd waar jij woont. Dus laat dat zeker even achter in de reacties. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal en ook een duimpje omhoog te geven als je dit een leuke video vond. En dan zien we je heel graag terug in de volgende video. Doei! Doei.